Het kan zo lekker zijn, een vers en krakend chipje. Niet heel verantwoord, maar wel fijn. We aten voor het eerst chips in Nederland in 1958. Een slimme aardappelboer zocht naar een manier om nog meer aardappels te verkopen. En dat werd een enorm succes. In 2016 aten we met z'n allen in Nederland 400 miljoen zakken zoute snacks weg. Dat zijn bijna 24 zakken per persoon per jaar. Daar kom ik wel aan. De meest populaire chips zijn de naturel en paprika chips. Maar ook smaken als patatje joppie, bolognese en cheese onion gaan er goed in. Chips zitten in grote, kleine, mega grote zakken. Die zakken zijn van plastic en de meeste hebben van binnen een zilverkleurig aluminiumlaagje. Dat vermindert de doorgang van licht, zuurstof en vocht en maakt de chips langer houdbaar. Licht kan de chips muffer laten smaken. Als er zuurstof bij komt, worden chips ranzig en van vocht worden ze zacht in plaats van knapperig. Maar die aluminiumlaag zorgt er ook voor dat je de chipszak bij het restafval moet gooien. Aluminium is namelijk een metaal en dat verstoort dus de recycling van plastic. De chipszak kan dus niet bij het plastic afval en wordt dus ook niet gerecycled. Best jammer. Je komt soms zakken tegen die wel helemaal van plastic zijn. Dan zijn ze opgebouwd uit meer lagen plastic om zuurstof en vocht tegen te houden. Die doorzichtige zakken kunnen wel bij het plastic afval. En als je een echte liefhebber bent, dan heb je die chips allang op voordat er iets verandert aan de kwaliteit. Kun je net zo goed voor een recyclebare plastic zak kiezen.